Voelt uw knie stijf en pijnlijk en neemt dit toe wanneer u meer belast, bijvoorbeeld met lang staan, lopen of traplopen, dan kan het zijn dat er sprake is van knieartrose. Dit gaat gepaard met startpijnen in de ochtend en dit zien we veel bij mensen die veel en zwaar werk hebben gedaan en meestal boven de 55 jaar. Bij artrose in de knie is het kraakbeen aangetast. Het kraakbeen houdt het gewrichtsoppervlak vlak en glad. Als het kraakbeen is aangetast, wordt de ruimte tussen de gewrichten kleiner en de beweging beperkt. Ook kan artrose in de knie versneld ontstaan, bijvoorbeeld door het afscheuren van de meniscus of kruisband. De klachten gaan niet vanzelf over en zullen in de loop van de tijd toenemen. U kunt zelf de klachten verlichten door lange afstanden lopen, traplopen te vermijden. Nemen de klachten sterk toe, dan kunt u naar de huisarts gaan. Met een röntgenfoto kan worden vastgesteld of er sprake is van knieartrose. De podotherapeut kan uw voet- en kniestand controleren en eventueel u met een podotherapeutische zool corrigeren. Bij knieartrose wordt fysiotherapie geadviseerd voor spierversterkende oefeningen.